Zo. Waar ik deze voor gemaakt? Had je deze? Deze had ik al. Oh ja. En, maar dan had ik hem zo gemaakt dat ik hem niet in kon klappen. Dus toen... Op dat formaat, als je hem niet in kan klappen, dan is die dus niet vervoerbaar. Ja, in mijn auto wel. Ja, jouw auto wel, maar ik heb een nano-auto, dus daar past die dan niet in. Ja. en toen heb ik hier op deze uitgevonden hoe je hem dus met die scharniertjes 3D-print op 60 graden, hoe je hem dus op kan vouwen. En nou zijn ze dus opvouwbaar en heb ik eigenlijk een grotere versie die ik toch mee kan nemen in mijn autootje, in mijn nano-autootje. Ja. Nee. Maar deze, dat is echt heel, ziet er heel goed uit. Deze zit. Ja. Daar mag je je bestelling plaatsen. 1 patat, 1 frikadel en 2 kroketten. Ik ben meer de puzzelaar die, die uitprobeert wat er mogelijk is. En, vandaar ook dat je het ging over het woord een zak patat of 1 patat. Toen hebben we hier patat gegeten, heb ik foto's gemaakt van borden patat. En heb ik dat aan de dichter voorgesteld en dat vond hij rotzooi. Voor de dichter is een taalconstruct, een stuk woord, een paar woorden, is iets anders dan een beeld. En de woorden verwijzen naar een soort volkscultuur die patat eet. Maar het echte beeld van patat is iets heel anders. En dat was leuk om daar zo achter te komen. Dit is een boekje van Hans Wap. En hier heeft hij eigenlijk dierengedichten of kindergedichten gemaakt. En hij heeft in de tijd dat er nog helemaal geen Photoshop bestond, heeft hij dus collages gemaakt van dieren, van twee afbeeldingen van dieren die op een vreemde manier aan elkaar zitten. Dus hier heb je een kameelvis bijvoorbeeld. En eigenlijk moet Hans Wap dan dat gedicht voorlezen natuurlijk. Dit is ook een merkwaardige constructie. Maar waar is nou de vis? De vis. Hier, deze huismus is ook beroemd geworden. Hier hebben we de vis. En deze vis hebben we verwerkt in de vlieger. Maar dit is dus het boekje van Hans Wap. Normaal maak je de tetrahedron af. Het is een regelmatig viervlak. Door daar nog een fiber in te doen. Maar als ik hem hier doe, heb ik hetzelfde effect. Maar als de wind dan hard is, dan kan die eigenlijk zijn vleugeltjes een beetje intrekken. En daardoor krijgt hij meer dynamische eigenschappen. Dus eigenlijk heb ik er net iets anders van gemaakt dan een tetrahedron. Maasvlakte 2, waar de weg ophoudt, het niemandsland begint, waar industrie staat tot aan de rand van de zee, waar schepen zand opspuiten voor nog niet bestaande kavels, waar in de verte een door loodsen bestuurd schip de haven binnenvaart, de mens
zich met de elementen meet. Wolken langzaam samenpakken boven schoorsteenpijpen, waar handen en spieren door machines zijn vervangen, een ballet van windturbines de horizon beweegt, daar in het niets, waar perspectief geen houvast heeft, staat een snackbar in de vlakte, alleen tegen de wind. Daar mag je je bestelling plaatsen. 1 patat, 1 frikandel en 2 kroketten.